Permanent zomertijd of permanent wintertijd? Maar ik heb nog een ander voorstel. Laten we voor de Engelse tijd gaan. Elk voor- en najaar is het weer zover. De klok gaat een uur voor of een uur achteruit. Zo'n 25% van de Nederlanders heeft last van het verzetten van die klok. Na het ingang van de zomertijd hebben ze moeite om in slaap te vallen, vallen ze later in slaap en ze bouwen een slaaptekort op. En dit duurt niet één dag, maar voor velen 4 weken. En sommigen houden er de hele zomer last van. De EU wil er daarom vanaf en stelt ons voor de keuze permanent zomertijd of permanent wintertijd. Maar ik heb nog een ander voorstel. Laten we voor de Engelse tijd gaan, officieel de West-Europese tijd. Dat betekent dat we de klok in oktober, als we hem terugzetten, niet van 3 naar 2 uur zetten, maar van 3 naar 1 uur. En hem daar altijd laten staan. En waarom? Daarvoor moeten we eerst even terug in de tijd. Vroeger gebruikten we de zon om te bepalen hoe laat het was. Om 12 uur 's middags stond hij op zijn hoogste stand. Elke plek in Nederland had zo zijn eigen tijd. Daardoor was het in Enschede 10 minuten eerder 12 uur dan in Amsterdam. Dat werd erg onpraktisch. En daarom besloten we om 1 standaard tijd in Nederland aan te houden. En dat werd de Amsterdamse tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten we de tijd van het Duitse Rijk overnemen. Daarmee schoven we 1 tijdzone naar het oosten. En staat de zon om 12 uur niet meer op zijn hoogste punt boven Amsterdam, maar hier, boven Berlijn. Deze Midden-Europese tijd hebben we daarna gehouden. En daarmee zitten we in de verkeerde tijdzone. In 1977 werd het nog een stapje extremer toen de zomertijd, zoals we hem nu kennen, werd ingevoerd. Het was de tijd van de oliecrisis. En het idee was dat we daarmee energie zouden besparen. Maar daardoor schuiven we in de zomer nog een tijdzone naar het oosten en staat de zon, als het bij ons 12 uur is, het hoogst in Litouwen, Oekraïne en Griekenland. Inmiddels is gebleken dat het helemaal niet zo zeker is dat het verzetten van de klok energie bespaart. Waar wetenschappers het wel over eens zijn, is dat het onze biologische klok verstoort. We hebben allemaal een interne klok in onze hersenen, de nucleus suprachiasmaticus. Dat is een gebied met ongeveer 20.000 hersencellen en die vertelt ons lichaam hoe laat het is. In een cyclus van 24 uur regelt het allerlei processen in ons lichaam. Zoals een ritme in je lichaamstemperatuur, reactiesnelheid, bloeddruk en hormoonconcentraties. En daarmee zorgt het ervoor dat je op de ene tijd optimaal kunt presteren en op de andere tijd optimaal kunt slapen. Maar die interne biologische klok doet daar niet precies 24 uur over. Gelukkig heeft de natuur daar een oplossing voor. Nou, dus licht. Licht zorgt ervoor dat je 's morgens weer wakker wordt. Het valt op je netvlies en komt bij je hersenen terecht. En daar zit je biologische klok. Die wordt met ochtendlicht naar een vroeger tijdstip geschoven. En die 20.000 celletjes van je nucleus suprachiasmaticus, die worden dus flink wakker geschud en gaan aan het werk. Een permanente zomertijd, zoals EU-voorzitter Juncker dat wil, betekent dat we in de ochtend eigenlijk altijd een uur eerder op moeten staan. En zo volgens Oost-Europese tijd gaan leven. In de zomer lukt dat de meeste na enige tijd nog wel, dan is het 's morgens immers licht. Maar midden in de winter is het pas tegen 10 uur licht. En dan kan je biologische klok dus niet resetten. In de avond is het vervolgens langer licht. Je wordt daardoor later moe, gaat later slapen, maar de wekker gaat 's morgens wel weer vroeg. En dat betekent minder slaap voor jou. Op korte termijn zorgt het slaapgebrek ervoor dat je minder alert bent en daarmee een verhoogd risico loopt op ongelukken. Op lange termijn hebben mensen die tekort slapen vaak een groter risico op hart- en vaatziekten en overgewicht en ze kunnen zelfs eerder doodgaan. Als je kijkt naar de stand van de zon, dan zie je dat Nederland eigenlijk in de tijdzone van Engeland hoort. Dan zitten we eigenlijk in onze oorspronkelijke tijdzone. Hierdoor krijgen we én een optimale hoeveelheid ochtendlicht, waardoor we onze biologische klok beter kunnen resetten, en minder avondlicht. Maar maak je geen zorgen, die warme, zwoele zomeravonden blijven best gezellig. En we gaan er vooral beter door slapen.